Ik ben Joey, ik speel bij PEC Zwolle, ik ben rechtsback en we gaan nu lastje trap doen met Jimmy. Rock, paper, scissors voor wie je gaat beginnen, hè? Rock, paper, scissors. Oké, okay, begin. Vanaf hier? Eerste keer dat dit gebeurt, hè? Dat, nee, vanaf de cirkel. De eerste keer dat iemand rock, paper, scissors wint, dus het beloof niet zo goed. Hoppakee. Ja, zo, sorry. Ja, ja. Ja, ja, ja. Nou, afmaken. Ah, oh, godzijdank. Nou, die geef ik. Het is op de 3 toch? Ja, het is op 3. Ja. Dus er is nog een tijd voor. Woe. Net niet is ook niet, hè? Toch niet druk, hè? Uit zijn bitter. Zonde! Nou, laatste bal, afmaken. Die begint Javik. Ja, ja, ja. Het is op de lat. Ja, het is op de lat. Jezus. Geen probleem. Nee, ja, duidelijk. Mag ik er nog een keer aan? Want, Oh ja, prima. Ja, dat is wel raak, hè. Jij twee keer op elkaar, dat heb je ook meer kans, hè? Maar misschien kon je al langs Nee, laat maar, laat maar. Moet een keer stoppen. En Joe, weet je wat is? Het kan het beste overkomen. Het is bij meerdere gebeurd. En die hebben ook gewoon uiteindelijk nog gewonnen met challenges. Maar ja, het wordt wel moeilijk nu. Dat zeg ik wel. Challenge 2. We hebben twee kleine doeltjes, een groot doel en we moeten over het grote doel schieten om hem in het kleine doel te krijgen. Ja, succes. Je mag alweer beginnen, het ging best goed. Thank you.
Hij zat erin hoor, was geen VAR voor nodig. Nee. Challenge 3, dus afspiegelen. Je gaat aandribbelen, je legt de bal stil. Dan je maakt de beweging naar de pion. De ander moet meevolgen. En ja, als jij te laat bent, dan mag de ander schieten. Dus even een kort voorbeeld. We dribbelen aan, we dribbelen aan. We gaan hem neer, moeten door aanraken. En dan in de goal dus. Zo moet het niet. Hij moet er eigenlijk in. Hé, hey, je raakt hem zelf ook. Doen, doen. Nee, je raakt hem zelf ook niet. Je moet hem zelf ook raken, hè. Je moet er wel voorbij met je voeten. Alles of niets, hè? Jezus, hé! Schrikkelijk. Doe je nou? Ja, jongen. Degene die dit spel wint, die wint dus gewoon de challenge. Die dat zeggen. Kom op, zeg. Zijn er nog alles of niets? Moet u winnen? Wat die inhouden, zeg. Nee, niet inhouden, maar ik heb gewoon het gevoel dat ik al denk dat ik het dan ben, weet je wel? Blijf. Voldoende. 2-1. 2-1. Alles voor deze bal. Ja, je ging even alles geven. Kom maar. Nu gaat hij je helemaal afmaken zometeen met 1 op 1 training. Ja. Doe pijn. Je moet gewoon een hele harde training natuurlijk. Dat hebben we. Oké, luister, als ik hem... als ik hem met 3 ballen op de lat schiet. Eentje op de lat. Doen wij het spiegelen nog een keer. Nee, maar gewoon een goede been. Anders kan je niet. Hoeveel pogingen heb je? 1 keer? 3 pogingen. 3 pogingen, oké. Okay. Ik hoorde hem ook niet. Dat is een vreemde bal. Ik hoorde het net, ja. Leg zo wat druk in, hè. Eén bal nog, gewoon voor het gevoel. Dat is een manier waar.
hè. Dat doen we niet over elkaar. Dikke loser. Jezus Christus, hè. Wat kut. Dichterbij, hè. Ik was zo dat ik... Wat doe lijn dribbelt tegen Jimmy, tot de 3. Je moet de bal stil leggen op de lijn. Ja, gewoon bedankt natuurlijk voor deze opname en je tijd en energie. Dankjewel. Deze wilde Julie en ik aan je geven. Nou, heel mooi, dankjewel. Mindset, de weg naar een succesvol leven. Juist. Nou, het past wel bij een koffie. Past wel bij een succesvol. Nee, het is wel leuk. Het gaat echt over de vrouw die van de groeimindset is. Dus er staan allemaal leuke tips en dingen in. Dus als je een keer in de trein verveelt, kan je lekker lezen. En een groeimindset ook wel een goede, niet die in die frustratie zit als iets niet goed gaat. Ja. Dankjewel. Alsjeblieft. Absolutely.